Yo, dames en heren, jongens en meisjes, daar zijn we weer. Ja, deze keer zitten we even in onze privémap van de server. Ja, weet je, we hebben natuurlijk ook de seriemap op de server staan, alleen om er nu weer even om te zetten, dat kan ik wel doen, maar die serie doen we echt met de boys. Met Sam, met Marcel en met Mike natuurlijk. Maar deze keer zijn wij even privé bezig. Wij gaan even wat spulletjes ophalen bij de winkel. Dit is de Lidl Mountain Farm. Ik dacht van, ja weet je, het is even een keer wat anders. Want die Big Flat Texas, die begon bij ons echt wel een beetje raar te doen. Die contracten wou niet helemaal meer meewerken. Ja, de planten wou ook niet altijd groeien. Dus ja, zodoende was het wel een beetje van uitzoeken van hoe wat een beetje. Dus we hebben nu een nieuwe privémap. We zijn er pas in begonnen. Alles nu moet nog een beetje groeien. Dus ja, we gaan even naar de winkel toe. Dus ja, eigenlijk, ja, als jullie af en toe een video van deze map zien, dat komt omdat wij hier gewoon ons best doen. Dus ja, dat is het eigenlijk meer. Dus, en ja, weet je, ik hoop dat ik mijn realm wel weer, of mijn server kan betalen natuurlijk. Want, ja. En ja jongens, het is een stukje rijden. Het is een stukje rijden naar de winkel toe, hè. Zodoende. De Lidl, ja. Dit is gewoon onze privé map geworden. We vinden dit gewoon heel erg leuk om te spelen. En ja. We gaan het gewoon proberen om zo leuk mogelijk te maken, weet je. Ook in deze map proberen wij dat en ja, weet je, in elke map proberen wij gewoon leuk te maken. Ik heb gewoon weer een beetje zin in die ouderwetse farming periode, weet je, gewoon lekker farming knallen. Daarom heb ik ook een Velsburn heb ik ook een mapje aangemaakt. Zo, we zijn bijna weer bij de winkel hoor, jongens. En meisjes. Ik hoop dat ik ze alle twee even mee kan nemen. Dan hoeven we maar één keer heen en weer te rijden. Ja, dat is gewoon even een beetje het dingetje. Ja. Zo moet hij erin. Oh ja, kniplicht.
Kijk, we hebben nieuwe spulletjes gekocht. We hebben nieuwe spulletjes, we hebben een nieuw hark, we hebben nieuwe schudden. Dus, ja. Even kijken. Nou, we doen die gewoon even voorop. Dat is wel een kleine schudden. Zo. Dat is wel een heel klein schuddetje, hè, jongens. Dat is wel een heel klein schuddetje. Even kijken hoor, want dat is een schud. Ja, nou, dat is de enige die er is. Oké. Nou, oké, dat is de enige wat er is, jongens. Dat is de enige schudden. Nou, zwaailicht aan. Ja. Zo. Dus ja, daarom zeg ik, daarom hoop ik dat ik één keer kan rijden. Maar ja, we gaan het gewoon een beetje zien. We hebben een schudder, we hebben gewoon een hark. Daar komt het allemaal goed. Wel mee natuurlijk, want we gaan natuurlijk gewoon proberen om weer even grasbalen of hooibalen te maken. Alleen, ja. Dat gaan we dan proberen natuurlijk. Maar we moeten even kijken natuurlijk. Ja, ze hebben alweer via dezelfde weg gewoon weer lekker terug. Lekker kort, lekker makkelijk, anders moeten we helemaal omrijden. En ja, ik heb geen zin om helemaal om te rijden daarvoor. Dus ja, zodoende. Maar ja, weet je, we gaan het gewoon even kijken, we gaan het gewoon even zien. Toeter doet het ook, dat is helemaal mooi. Eigenlijk zijn dat gewoon de dingetjes wat we gewoon echt wel nodig hebben, maar ja, eigenlijk kwam ik er maar steeds niet van om te komen, zeg maar, om dat zo even knipperlicht aan, hè. Zo, ja. Zo, we zijn er alweer bijna hoor, jongens. We zijn alweer bijna bij de boerderij. Ja, even kijken. Voordat we naar de boerderij rijden, gaan we eerst even naar de grasveld die we hebben. Maar dat is net zo handig, want anders rijden wij zo meteen daar en dan staan we voor een korte maaimoment en dat moeten we niet hebben. Veld 82 is lekker aan het groeien, zo te zien.
Terwijl de 75 is klaar. Dus Ja. Dat gaan we zeker doen. Ja, weet je, daarom zeg ik, we hebben niet heel veel velden op deze map. We zijn letterlijk opnieuw begonnen. En dat is het eigenlijk een beetje meer. Dus we zijn echt langzamerhand alle spullen weer aan het terugkopen. Dan moeten wij zometeen hier er even in. Hier moeten wij er even in. Hier staan de auto's wel aan, dus je ziet er af en toe wel eens een auto voorbij scheuren natuurlijk. Maar op Big Plat Texas had ik hem soms uitgezet als je de draai niet kon maken. Veld 37 is ook klaar. En veld... Ja, veld 38 is ook wel klaar. Maar we gaan nu niet maaien. Ik ga wel veld... dinges even... Veld, hoe heet het? 37 even oosten. Dan zijn we daar ook weer van klaar natuurlijk. Ja, weet je wat ik al zei, weet je, ik ga natuurlijk proberen om first person te rijden voor jullie en best wel veel dingen first person te doen. Ik zeg niet dat het altijd even goed gaat natuurlijk, want ja, dat gaat ook niet altijd even goed natuurlijk. Zo. Hoppa. Dus ja, we gaan het gewoon proberen. Dus ja, we moeten dit spul even weer terugzetten in de garage. Dus dan gaan we dat ook zeker wel doen. We hebben één kleine korte garage natuurlijk, maar misschien ga ik dat ook nog wel een keer veranderen natuurlijk. Maar hier is al onze spullen, zeg maar, langs de kant. Ja. We doen echt niet heel veel, weet je. Het is gewoon elke keer een beetje kijken van wat wij kunnen doen. Ja. Het is alleen een beetje lastig achteruit rijden met die... hark, omdat die wieltjes natuurlijk meedraaien. Maar we proberen het gewoon. Oh. Ik koppel de verkeerde af. Deze moet ik afkoppelen. Deze had ook een... Oh ja, die had die stond daar. Zo. Oh ja. Nu moet ik hem wel even afkoppelen. Zo. Maar ja, dat zijn zeg maar de dingen, weet je. Daarom speel ik eigenlijk ook niet heel... Of daar maak ik ook niet zo heel vaak video's op... deze map natuurlijk. Omdat wij gewoon te veel online zijn op deze map. Weet je, dus elke keer zal het bedrag natuurlijk anders zijn. Of... Het moet voor jullie niks meer uitmaken, dan moet jullie dat gewoon rustig in de comments natuurlijk laten. Want ja, weet je, dan support je ons daar ook heel erg mee natuurlijk. Maar ja, het is natuurlijk van, ik hou wel van rekening mee om jullie te laten zien wat wij eigenlijk allemaal doen. Alleen ja, weet je, dit is gewoon echt een privé map wat ik eigenlijk aan heb gemaakt. Om privé dingen eigenlijk te spelen, zoals farming met gewoon met mijn vrienden natuurlijk. En daardoor zijn wij gewoon te veel offline natuurlijk, zeg maar, aan het spelen. En waar is die oostmachine gebleven? Oh. Hij staat opeens in een verkeerde. Ik zat te denken om zeg maar daar de spullen neer te zetten. Om daar zeg maar de spullen neer te zetten van die oogstmachine.
maken. Dat gaat nooit lukken met first person. Kijk, rijden? Voilà, dat gaat nog wel lukken, maar dit first person? Nee. Het is een snelle oogmachine. Ik hou wel van een beetje snelheid, weet je. Dus daarom is die oogmachine ook zo snel. En ik rijd de verkeerde kant op. Oké, ja. Ik had die andere kant op moeten. Dan gaan we hier gewoon even draaien. Want ja, dit is ons veld, dus ja, wij mogen hier draaien. Ja, sorry. Ik kom even binnen slapen. Ja, weet je wat het is? Het is natuurlijk ook bij deze map is er nog een beetje zoeken naar een hooiberg eigenlijk. Want, weet je, de ingangen zijn niet heel duidelijk te zien. En, weet je, dat is het nog ook. Ik ben maar reden ding, dat moet je weten. Dus ja, eigenlijk is dat een beetje het ding. Dus ja, en misschien zal ik oosten wel third person doen. Maar ja, weet je, ik ga het wel proberen natuurlijk. En ja, omdat ik ben nu natuurlijk alleen bezig, laat ik het zo zeggen. Ja, wordt dat er natuurlijk een beetje lastig. Dus ja. In de gaten houden dat deze oogmachine kijk breder is dan de veld of dan jezelf. Maar ja, weet je wat ook is? Deze oogmachine gaat natuurlijk 97 km per uur over de veld heen. Dus. Plukjes even. Even die plukjes meepakken. En deze keer, ja jongens, hebben we natuurlijk niet goud gemaakt. Ik dacht van ja, weet je, ik kan hem bij elke keer goud maken natuurlijk, maar ja, weet je, dat hoort niet echt op een oogmachine. Dus ik heb hem nu gewoon een relevante kleur gegeven. Gewoon de zonding kleur. En deze keer, ja, ik probeer wel gewoon lekker first person te doen. Alleen, ja, soms wordt dat een beetje lastig, omdat deze ding best wel oppie snel is. Want ja, weet je, kijk maar, ik ben zo aan de andere kant. Maar dat komt omdat ik een beetje van snel oost hou, weet je. Je wilt snel dingen doorpakken en ja... Dat wil ik gewoon altijd, zeg maar, gewoon snel doen. En ook stel dat we een keer gaan livestreamen of echt een hele lange video gaan maken. Ik weet niet of ik ga livestreamen natuurlijk, want ja, weet je, dan moet ik zelf een beetje ontdekken of ik dat nog leuk vind natuurlijk en dat soort dingen. Maar het is ook gewoon meer van, ja, voor een, ja, stel dat je aan het livestreamen bent of wat dan ook.
wil je natuurlijk niet de hele tijd op dezelfde punt blijven vasthangen. En daardoor ben ik natuurlijk ook, heb ik deze hostmachine ook gewoon gedownload om lekker snel te zijn. Ja, sorry jongens, als ik stil stond, mijn baas typte. Dan moet ik wel even terug reageren. Zodoende weet je, dat is het eigenlijk meer. Daarom hou ik dan wel van een beetje snelheid. En gewoon lekker oosten, weet je. Gewoon ook met jullie gewoon een beetje praten natuurlijk. En net zoals over dan een beetje bepalen van hoe of wat. We hebben hier wel schapen al. Omdat wij wel schapen wilden. Dus zodoende. En ja, weet je wat ook is, in het origineel hoor je niet, neem ik niet altijd mijn mybord mee met de hostmachine. Die doe ik wel even nu even zo. Maar die doe ik nu wel even zo, omdat ik denk van ja, weet je, we gaan weer terug natuurlijk. Zo, ik moet even onthouden dat ik breder ben. Maar we gaan gelijk naar rechts en dan naar links. Ik zie daar geen auto aankomen. Dus zodoende. Gelijk hier naar links en dan hier ook weer gelijk naar links. Links, rechts. Ja, rechts, links. Zo, we rijden even door deze kuilvoerenbak heen. Want hiernaast staat er nog eentje. Maar eerst even die MyBack even goed zetten. Of neerzetten. En misschien moeten we daar ook wel een keer een garage voor maken. Maar we moeten even een keer goed kijken natuurlijk. Zo. Nou, we hebben twee kuilvoerbakken. Misschien dat we vanavond nog wel een video erover gaan maken. Moeten even kijken, jongens. Moeten even kijken hoe wij zijn natuurlijk. En dan komt dat helemaal goed weer, jongens en meisjes. Zo. Oh. Ik word er even naar binnen gepest of zo. Ik weet dat die past, alleen ja, weet je, deze hoofdmachine is best wel breed. En ik heb deze keer geen brede banden erop gezet. Dus ho. Kijk eens, jongens. Dat staat mooi. Voor de rest weet ik niet zo gauw wat ik ga doen. Eigenlijk is dat een beetje meer. Jongens en meisjes, ik wil natuurlijk nu zeggen van bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. We gaan even het hondje vervoeren. Weet je, want hier hebben wij natuurlijk een hondje. En daar wil ik altijd wel mijn video's bij afsluiten als ik... als we farming doen natuurlijk, dus misschien doe ik dat ook wel in de singleplayer map wat ik heb van dinges natuurlijk. Felsburn.
Maar we gaan even een rondje voeren. Dan wil ik natuurlijk gewoon zeggen, bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. Vergeet niet te liken. Vergeet allemaal sowieso niet een blauw duimpje omhoog te doen. Support je ons heel erg mee. Voor de English guys, thanks for watching and sharing. Don't forget to sub button below. Don't forget the notification bell. I see you next time. Zoals hij zei is later. En zoals ik altijd later. Yo.